tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Hey, wat ben je aan het lezen? Agatha Christie. En, spannend? Nee, niet echt. Ik heb deze al een keer gelezen, dus ik weet al wie het gedaan heeft. Ook dat nog. Beetje stil hier naar iedereen weg, vind je niet? Moet je niet naar je werk? Nee, ik ben vrij vanavond. Oh. En jij doet gewoon dit. Wat? Nou, lezen. Je gaat niet uit of zo met iemand. Nee, ik heb niet zo zien. Ja, je moet er eens uit, Annette. Altijd maar thuis zitten en voor de tweede keer zo'n suf boekje lezen. Ja, je hebt gelijk. Maar nu heb ik nog geen zin. Ja, je moet er eens uit, Annette. Altijd maar thuis zitten en voor de tweede keer zo'n suf boekje lezen. Ja, je hebt gelijk. Maar nu heb ik nog geen zin. Ja, je moet het gewoon doen. Je kan toch niet altijd maar thuis blijven en aan Simon denken? Moet je horen wie het zegt. Alsof jij niet altijd thuis je wonden zit te likken. Dat is anders. Oh ja, Kabi leeft inderdaad nog. Sorry, dat had ik niet moeten zeggen. Nou, we zijn een mooi stel samen, hè? Zullen wij niet even iets gaan doen? Uit eten of zo? Gaan we eens kijken wie het meeste medelijden met zichzelf heeft. Goed idee. Trouwens, we hebben nog wat te vieren. Wat we hier zo mooi te pakken hebben gehad. Zeg dat wel, en het spaart me een hoop geld. Dan betaal jij. Hallo. Hey, kijk eens aan. Daar heb je nou goede vrienden voor. Ja, maar dat had je toch niet moeten doen met die hand? Ach, die hand, het is al bijna over. Oh, ik moet niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Ik denk dat jij van schrik geen geroosterde boterham meer zal lusten. Nou, vind ik helemaal niet leuk hoor. Die jongen had wel dood kunnen zijn. Ach, probeer het gesprek alleen maar een beetje op te vrolijken. Ja. Maar even serieus, hè? Wat doe je eigenlijk? Je bent toch vrij vanavond? Ja, nou, ik kom even jullie boodschapjes brengen. Nou, dat is gelukt, ja, dus... Nou, ga lekker naar huis nu. Hè? Nee, dat geen sprake van. Ik ga zwingen. Zo. Ja. Dag. Heb ik jou verteld wat er vanmiddag gebeurd is? Nee, wat dan? Wel, Rien Hogedoorn heeft zijn eis tot schadevergoeding laten vallen. Het zal Annette opgelucht zijn, zeg. Ja, en dan het slechte nieuws. Ik maak me ernstige zorgen over Jeff. Waarom dan? Hij heeft een overeenkomst gesloten met iemand die zijn eigen moeder nog aan de duivel verkoopt. Ik weet zeker dat het slecht met hem af gaat lopen. Arie. En wat Linda betreft. Hoe bedoel je wat Linda betreft? Nou, Linda... Nee, laat maar. Ik ben heus niet gek op. Linda en mijn vader zijn precies hetzelfde. Hetzelfde laken en pak. Altijd in de wereld om mensen te manipuleren. Omdat zij willen dat de dingen gaan zoals zij willen dat ze gaan. Ik ben blij dat ze elkaar eindelijk gevonden hebben. Samen vormen ze een prima koppel. Met een beetje geluk maken ze eraf daar in Amerika. En, wat de zaak betreft, mijn vader kan de pot op. Ik weet dat ik beloofd heb om voor hem te werken. Maar nu dit gebeurd is over mij, lijkt het ik iets voor die kerel gedoemd. Ik wil niks met hem te maken hebben, het is uit voor altijd. Pst. Gewoon afgelopen. Ben je opgelucht nu? Ja, nogal. Ik ben de belangrijkste vergeten, Rien. En dat is? Zolang die vader van jou weg is, ben jij hier de baas. Heb jij hier de leiding? Ben je van plan het overboord te gooien, omdat je beledigd bent, op je pik getrapt? Dan gaat het nou niet om. Dan gaat het ergens anders om, Rien. Ook goed. Jij kunt een hoop bereiken als je het spel goed gaat spelen, Rien. Wij samen zijn een goed team. Hoi. Hoi. Wat is er? Linda is vertrokken naar Amerika. Tja, wat nu, hè? Wat moet ik nou doen? Jij moet ophouden je zorgen te maken over iets waar je toch niks aan kan doen. Ja,
Linda is oud en wijs genoeg om voor zichzelf te zorgen. Die weet heel goed wat ze wil. Ja, dat denkt ze. Het is gewoon zo dom. Kijk eens naar jezelf. Jij maakt je steeds zorgen over iets waar je toch niks aan kunt doen. Dat noem ik dom. Maar het is wel mijn nicht. Moeten we dan ons maar nergens zorgen over maken? Nou, wie het zegt. Nee, er schiet mij niks te binnen. Ach, toch niet zo'n idioot. Toch iets om ons zorgen over te maken. Mijn geliefde denkt dat ik idioot ben. Wat is er nou? Ja, en dan nog even. Hoe zou Simon dan gereageerd hebben? Net als jij, denk ik. Kwaad, opgewonden. Maar uiteindelijk toch verstandig. Zeg, ik moet naar een gezin. Maar als ik terug ben, dan ben ik vrij. Ja. En dan wil ik een stralende vrouw zien en een heerlijke idee. Nou, hoe lang blijf je weg? Een uurtje, niet langer. Nee, de gezin die heeft problemen, maar als ik me vaak genoeg langskom, dan lukt het me wel om ze bij elkaar te houden. Een uur en niet langer. 1 uur. Jij bent de baas. Hey. Ik vind het niet eerlijk van je om te zeggen. Hoe weet je nou zo zeker of die Mick dat broodrooster heeft gesaboteerd? Wees nou eens verstandig. Die Ernst is overal toe in staat, zolang je er maar iemand mee kan pakken. Nou, nog iemand pinda's? Nee, dank. Waarom laat jij geen onderzoek instellen door de politie? Waarom zou ik nou naar de politie gaan? Moeten ze soms mij vertellen hoe ik een broodrooster moet repareren? Dat weet ik zelf ook wel. Nou ja, ik dacht dat ik dat wist. Nee, maar ze kunnen toch uitzoeken wat er is gebeurd? Misschien zitten er wel vingerafdrukken op of zo. Ja, en als ze erachter komen dat Peter dat ding gewoon verkeerd gerepareerd heeft. Ook al ben je zelf het slachtoffer, ze gaan altijd vreemde vragen stellen. Zoals? Nou, waarom je wil dat het onderzocht wordt bijvoorbeeld. Als jij dat ding verkeerd gerepareerd hebt, waarom je dat hebt gedaan. Of wilde je soms dat Helen wat overkwam. Nou ja, ik zie jullie. Dank je. Mij kan ik die boer maar beter laten zitten. Hoi. Hoi. Kijk eens aan. Zijn jullie uit? Ja, waar zie je het aan? We hebben iets te vieren. Geweldig, gefeliciteerd. Ja, we vieren iets anders. Namelijk dat Annette geen geld meer hoeft te geven aan Rien. Nou, dat dacht ik al dat jullie dat gingen vieren. Precies goed geraden. En waar gaan jullie naartoe? Nou, eerst hier wat drinken en dan naar een restaurant. En daarna zien we het wel. Hey Mickey, hoe is het? Goed hoor. Zullen we even bij Peter en Suzanne gaan zitten? Ja, waarom niet? Hebben zij ook een leuke avond. Lekkere pinda's? Nee, ze zijn oud en ze smaken naar stookolie. Ja, dat dacht ik al. Je weet ook niet hoe je ze moet eten, jongen. Als je ze zo vol propt, dan smaakt niets naar iets. En wordt het nooit wat met jou. Nou, dat wordt het ook niet.